Stef Leeuwers, vandaag kon je niet meedoen. 9-1 gewonnen van VV Hillegersberg. Ja, wat vond je ten eerste van die wedstrijd? Want het niveau was niet altijd best, hoor. Nee, ik denk dat het meer voor de lol was gewoon. Gasten namen het niet echt serieus, maar gewoon plezier maken. En dat is wel goed gelukt, denk ik. Want Mike van Duin centraal achterin, vond je dat een goed experiment of niet? Ja, misschien is het een toekomstige positie van hem. Je weet het nooit. Hij deed aardig goed op die plek dus. Ja, want jij je speelde niet, je was wat ziekjes, toch? Ja, klopt. Ik was deze week niet zo lekker, dus ik had een week niet getraind ook. Dus vandaag heb ik voorbij laten gaan. En verder over jouw toekomst natuurlijk. Speel je überhaupt nog een wedstrijd, denk je, in het shirt van Excelsior? Dat weet ik niet. Ik heb gesprekken gehad met Ferry. Goeie gesprekken. Ik sta er ook zeker nog voor open, maar het liefst zou ik een stap maken naar het buitenland. En ik wacht rustig af. Het is nog vroeg, dus geen haast. Ja, een mooi avontuur zou ik aan willen gaan. Het is niet dat ik nog hoop op in een supermooie competitie te spelen of zo. Het gaat mij gewoon om een mooi avontuur. Dat zou ik graag willen. Dus dat maakt niet uit in tweede divisie of een derde divisie, als het maar gewoon een stapje vooruit is. Ja, een derde divisie zal geen stap vooruit zijn, denk ik. Maar... in Engeland misschien? Ja, inderdaad, dat zou kunnen, maar... nee, ik hoop gewoon een stap vooruit en een mooi avontuur. Het hele plaatje moet kloppen, daarom ik heb al een aantal aanbiedingen gehad, maar dat heb ik niet echt... die aanbiedingen overweeg ik niet of zo. Dat heb ik naast me neergelegd. En als er niks goeds komt, dan blijf ik met alle plezier bij Excelsior. En wat voor aanbiedingen zijn dat? Waar moet ik me bij voorstellen? Ja, uit het buitenland. Ik ga niet zeggen welk land, hè? Nee. Oké, en die aanbiedingen, daar speelt nu niks meer van? Nee, ik heb ze afgewezen. Voor mij moet het hele plaatje kloppen en niet alleen dat ergens betaald wordt of goed betaald wordt of wat dan ook. Voor mij moet gewoon het hele plaatje kloppen, dat vind ik belangrijk. Dus daarom wacht ik rustig af, zoals ik zei. En Khalid Karami gaat natuurlijk naar Vitesse, mooie stap. Hij heeft Fortes, zei hij tegen ons ook in een interview, geadviseerd van blijf nou bij Excelsior. Dan kan je misschien daarna een stap maken. Heb jij ook met hem daarover gesproken? Met Khalid? Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik vind, hij maakt natuurlijk een hele mooie stap. Ik heb er niet met hem over gesproken, nee. Met Fortes wel? Nee, ook niet. Met wie bespreek jij meestal dat soort dingen dan? Met Hisham en met Ali. En die maakt een mooie stap natuurlijk naar België. Wat zegt hij tegen jou dan? Is het beter om te blijven of te vertrekken? Ja, hij wil dat ik een stap vooruit maak. En anders zou hij het ook mooi vinden voor mij als ik gewoon bij Excelsior blijf. Het liefst zouden we samen blijven spelen, maar dat... Love man, bro. Hey. I'm gonna miss you, man. Mooi, hij kwam je even gedag zeggen. Ja, maar hij gaat me missen. Hey, maar verder, in je tijd bij Excelsior, hoe dankbaar ben jij de club dat je die kans hebt gekregen? Komt de volgende. Dus, ze houden van je, denk ik. Ja. Ik wil dat zeggen, in die tijd bij Excelsior, hoe mooi is het geweest en hoe dankbaar ben je de club dat je die kans hebt gekregen? Hij is klaar nu, man. Nee, ja. Ik zei, je bent geliefd. Je is denk ik de laatste nu. Hoe dankbaar ben je de club? Ja, heel dankbaar natuurlijk. Ik heb echt een superleuke tijd gehad. Leukste tijd uit mijn profcarrière. Dat zeker. En daarom zou ik ook graag nog willen blijven. Of ja, misschien ooit terugkeren bij Excelsior. Ik woon om de hoek. Ik heb het echt super, super naar mijn zin. En bij Excelsior vergeet je... soms dat het werk is, snap je? En dat vind ik heel fijn. En jouw trainer neemt natuurlijk afscheid vandaag. In de Eredivisie natuurlijk officiële wedstrijd. Nu echt zijn allerlaatste wedstrijd. Ja, wat vind je ervan dat hij vertrekt? En hoe goede trainer is het? Ja, ik vind het een hele goede trainer. De beste trainer die ik heb gehad in mijn, ook in mijn carrière. Ik heb veel van hem geleerd. Hij is een... behalve een goede trainer, ook een goed mens. Je kan altijd met hem praten. Hij vertelt je ook de waarheid, dat vind ik ook belangrijk. Ook al is het soms hard, dan vertelt hij de waarheid. En ik vind het jammer dat hij weggaat. En wat heeft hij jouw voetballen bijgebracht dan? Hij heeft me geleerd om op meerdere posities te spelen. Me op het hele veld zeg maar, thuis te voelen in plaats van alleen langs de zijlijn als buitenspeler. En daar ben ik hem dankbaar voor.
en je zegt als mens ook, kan die hard zijn. Wat heeft hij bijvoorbeeld tegen jou gezegd waarvan je dacht, ja, ik vind het wel moeilijk om te horen, maar wel fijn dat hij het gezegd heeft? Ja, niet specifiek één ding, maar we hebben echt veel uren in dat kantoortje doorgebracht. Ik kan best koppig zijn, soms ook irritant, dus soms botsten we met elkaar, maar we bleven elkaar gewoon de waarheid zeggen en daarom konden we het goed met elkaar vinden.